Goedemorgen allemaal. We besluiten deze schooltelevisie, deze korte schooltelevisie-uitzending met de eerste aflevering uit de serie Zo leven planten en dieren. Met als titel Wat hebben planten en dieren eigenlijk nodig? Vleugels klapt. En de bosuil die vertoont zich alleen als jij een uiltje knapt. Hey, wat loopt er door je haren? Waarom maakt die spin een draad? Zou de bijt die bloem gaan steken? Of doet hij juist de goede daad? Zo leven planten en dieren, al zijn ze nog zo klein. Planten en dieren, en jij kunt bij ze zijn. Als je om je heen kijkt, zie je dat er op de wereld behalve mensen nog een heleboel andere bewoners zijn. Bijvoorbeeld bij dit station. Het is een van de plekken die je in deze serieprogramma's terug zult zien. Hier nog zo'n plek. Een huis met een tuin vlakbij het station. Een tamelijk nieuw huis met een pas aangelegde tuin. Dit is een van de mensen die de tuin gebruiken. En een van de dieren. Maar ook vogels gebruiken hem. En er wonen spinnen en insecten en planten in allerlei soorten en maten. Dit is een hommel. Zweefvliegen op een andere plant. Een langpootmug. We gingen ook op verkenning in de tuin van dit huis. Ouder dan het vorige en met een oudere tuin. Dit is de eigenaar van het huis. Maar hij is niet de enige bewoner. De broeibak bood onderdak aan deze nachtvlinder. We zagen er jonge spinnen opgroeien. We vonden een wespenkolonie in de tuin. En deze beestjes. En nog een heleboel meer. Dit huis ligt aan de rand van de stad, waar het platteland begint. Iets verderop is een boerderij. Maar je hoeft de stad niet uit om allerlei planten en dieren te vinden. Dit tuintje ligt bijna in het centrum van een industriestad. Net als in alle tuinen komen er mensen, maar er komen ook veel dieren en planten. Ongeveer een kilometer er vandaan ligt de vierde plek die we uitkozen. Een stukje bos met een riviertje en wat vijvers, gelegen tussen een park en een autoweg. Hier kwamen we watervogels tegen, een waterhoentje. En bosvogels. Deze prachtige vogel is een bosuil. We bekeken insecten en wilde bloemen.
al die planten en dieren zijn heel anders dan wij. Maar ze hebben ook veel met ons gemeen. Zo hebben wij een woning nodig. We wonen in huizen of flats, groot of klein, oud of nieuw. Maar ze dienen allemaal hetzelfde doel. Ze bieden ons beschutting en veiligheid. Veel bewoners hebben ook een woning. Deze pissebed woont onder vochtig hout. Hij heeft een vochtige plek nodig. Konijnen voelen zich in hun hol veilig voor hun vijanden. Dit stel woont onder een steen in de rivier. Deze spin heeft een zijdeholletje onder een blad waar hij zijn voedsel op eet. Vogels nestelen hoog in de bomen of in struiken. Of op de grond. En sommigen hebben nesten onder de grond. En niet alleen dieren, ook planten hebben een plek nodig om te wonen. Om weer op mensen terug te komen, wij moeten eten. Vlees bijvoorbeeld. En deze spreeuwen ook. Zij vinden vlees in het grasveld. Deze larve van het lieve heersbeestje eet een bladluis. Deze spin een vlieg. Wij eten ook planten, groenten en fruit. Sommige beestjes doen iets anders. En ook planten moeten zich voeden via hun wortels en hun bladeren. Maar eten alleen is niet voldoende. We moeten ons allemaal staande zien te houden in een gevaarlijke wereld. Een vogel kan wegvliegen voor zijn vele vijanden. Deze vlinders hebben een schutkleur. Als ze stilzitten kun je ze nauwelijks zien, zoals die bovenste. Terwijl deze vlinder zich juist beschermt door erg op te vallen. Hij schrikt zo de vijand af. Wespen hebben angels en waarschuwingsstrepen. Je kunt scherpe stekels hebben om vijanden af te schrikken. Of veren tegen de kou. We moeten allemaal onszelf en onze omgeving schoonhouden. We zijn niet de enige. Er zijn verschillende manieren om je te wassen. Eerst de linkerpootjes, dan de rechter.
We kunnen veel gevaren ontlopen, maar we hebben niet het eeuwige leven. Dus moeten er kinderen komen om de soort in stand te houden. Alle levende wezens moeten zich voortplanten. Sommige planten krijgen uitlopers met kleine plantjes. Dat noemen we ongeslachtelijke voortplanting. Maar ze kunnen zich ook geslachtelijk voortplanten. Hun geslachtsorganen bevinden zich in de bloemen en insecten spelen hierbij een belangrijke rol. Bijna alle dieren planten zich geslachtelijk voort. Ze paren en krijgen jongen. Die jongen hebben eigenschappen van de vader en de moeder. Deze kevers zijn aan het paren. Het mannetje, de bovenste, brengt zijn zaadcellen in het vrouwtje. De meeste dieren planten zich op deze manier voort. Ook de mensen. Twee langpootmuggen. Een paar bladkevers. Twee Sint-Jansvlinders. Je kunt iets heel belangrijks leren over geslachtelijke voortplanting als je naar deze konijnen in het stadspark kijkt. Er lopen hier wilde en tamme konijnen door elkaar. Ze hebben met elkaar gepaard, verschillende mannetjes met verschillende vrouwtjes. En kijk eens wat een verschillende typen daaruit zijn voortgekomen. Geslachtelijke voortplanting heeft geleid tot een bonte mengeling van jongen. Deze konijnen worden goed verzorgd. Ze hoeven niet voor hun bestaan te vechten in een vijandige wereld. Ze hebben allemaal een kans. Maar in het wild kunnen alleen de konijnen overleven die er zo uitzien. We noemen dat wilde konijnen. De anderen zouden in de vrije natuur niet overleven. Of neem een ander dier, een waterhoentje. Alle waterhoentjes zien er bijna hetzelfde uit, zoals deze. Omdat waterhoentjes die er anders uitzagen zich in de vrije natuur niet redden. Dat is voor de waterhoentjes de beste vorm en grootte en kleur. Maar als de omgeving zou veranderen, zouden er misschien waterhoentjes komen die er anders uitzagen, omdat zij misschien meer geschikt zouden zijn voor die nieuwe omgeving. Planten en dieren die zich geslachtelijk voortplanten, zijn in staat geweest om te veranderen als de omgeving veranderde. Dus we weten nu: levende wezens moeten kunnen wonen en eten en kunnen overleven en jongen kunnen voortbrengen en proberen te zorgen dat die veilig opgroeien. In de komende films zullen we woonplaatsen en gedragingen van de planten en dieren die je vandaag hebt gezien en nog vele andere wat nader gaan bekijken. Het zijn allemaal planten en dieren die je zelf ook kunt zien. Ze leven net als wij, op heel gewone plaatsen, vaak vlakbij. Ze delen met ons de wereld waarin we leven.
Het begeleidend materiaal bij deze serie bestaat uit een leerlingenwerkboek in kleur en een handleiding en kan besteld worden bij de NOT.